Hi, ik ben de Godfokker, blijkbaar, want ik drink koffie uit die mok. Het is weer tijd voor een nieuwe unboxing op GamersNet. En dat is in dit geval van een partij die je niet aan zag komen. Tenminste, ik zag het niet aankomen, maar ik was net op een evenementje van ze. Het is Netgear en die hebben nu ook een gaminglijn. Dus jawel, de gasten die je kent van switches en routers maken nu ook switches en routers voor gamers. En te beginnen hebben we daarmee de XR500 en dat is uit de Nighthawk Pro gaminglijn. Dit is een router bedoeld voor de gamer en daar betaal je dan ook wel voor. Maar dat wil dan wel zeggen dat je dan je verbinding geoptimaliseerd krijgt. En nou hebben wij dat laatst natuurlijk al, hoe relevant, een keer behandeld met een Linksys router. Maar Netgear doet dus ongeveer hetzelfde, zij het dan toch op een aantal fronten weer iets anders. En wat dit ding naar mijn idee interessant maakt, is dat hier gewoon ontzettend uitgebreide software bij zit. Of in ieder geval een soort van dashboard. Het staat ook al zo mooi op de doos. Ze proberen met verschillende softwarematige trucjes jou meer controle te geven over je gameervaring. Dus dat wil bijvoorbeeld zeggen dat als je een hele tijd meespeelt met een laggy speler, dat je gewoon zijn IP blokkeert en vervolgens kunnen jullie niet meer samen gamen. En zo kun je dus ook bepaalde gamers niet meer tegenkomen of erachter komen wie er nou zo naloopt te doen in je netwerk en dergelijke. Dat is wel belangrijk voor de gamer natuurlijk. Maar goed, laten we het doosje openmaken en dan kijken wat er zoal in zit. Volgens mij zit de opening hier, denk ik. Ik heb het idee van wel, maar hij wil niet echt mee. Zit ik helemaal scheef? Ik zit helemaal scheef. De opening zit hier. Tuurlijk, super logisch. Nou ja, weet je, krijg je dat ook mee. Het unboxingproces en ook hoe het af en toe niet goed gaat. Het is nogal een groot ding. Als je zo mijn hand erbij ziet, het is nogal een lompe router. Maar dan krijg je ook wat. En jawel, hoewel de Linksys WRT32X, die we laatst gereviewd hebben, niet echt heel gamerachtig eruit zag, is het in dit geval wel iets meer gecreëerd voor de gamer. En dat zie je dan ook meteen, omdat het eruit ziet als een of ander spaceship uit Guardians of the Galaxy. Hoe dan ook, dan oogt het tenminste wel lekker gamerachtig. En natuurlijk, er komen hier 4 antennes op. Want ja, je wilt natuurlijk ook een beetje fatsoenlijk wifi-bereik hebben. Die gaan we er ook meteen op monteren. Wat je allereerst ziet is, nou ja, dit zien we eigenlijk niet zo vaak terug, een CD of een DVD om erachter te komen waar de drivers zoal zijn. En ja, je zou zeggen dat die eigenlijk op het internet staan. Tegelijkertijd, je installeert de dingen om internet te krijgen. Dus misschien is dit eigenlijk wel slim, nu ik erover nadenk. Hoe dan ook, krijg je er zomaar bij. We vinden zomaar 4 antennes. En dat is natuurlijk wel een beetje het punt dat we straks het wifi-bereik kunnen vergroten. Het is overigens tri-band en dergelijke, dat je dat even weet. En opvallend genoeg vind ik 2 voedingsbronnen hierin. Is dit gewoon... Oh, ik dacht het is een reserve, maar dit is de Britse. Oké, never mind. Dan snap ik het. Een beetje apart dat je die er ook bij krijgt, maar dat wil dus gewoon zeggen dat we de pool aan beschikbare dingen delen met de Britten. Ik weet het niet precies. Die gaat in ieder geval even weg, want het is deze die we vooral nodig hebben. Wat je natuurlijk ook nog bij krijgt is gewoon een fatsoenlijke internetkabel om het in ieder geval van je modem naar je router te brengen. Want ja, het is geen modemrouter, het is echt een losse router die dan ook nog eens een keer kan fungeren als switch. Maar goed, krijg je die er zo bij, is het natuurlijk wel handig dat je in een keer weet van oké, ik heb in ieder geval 1 kabel die fatsoenlijke snelheid heeft en die niet crappy uit een of andere zolderkamer komt. De doos gaat even weg en dan nemen we wel even de moeite om even deze mooie antennes te installeren. Die draaien we dan natuurlijk op. Het zijn wel aardig lompe antennes ook. En oh wow, dit valt me dus ook op dat de antenne gaatjes zijn ook echt gewoon mooi afgeschermd met een soort van mini condoompje. Dat is ongekend naar mijn idee, maar ik vind dat heel netjes, want dit zijn natuurlijk hele delicate aansluitingen. Dus dan draai je die er zo op. En dat duurt dan 6 jaar. En ik draai verkeerd om, omdat ik ondersteboven aan het kijken ben. Super handig dit. Hij zit super snel. Hoe dan ook, die zet je dan in de richting die je dan wil. En dat doe je natuurlijk 4 keer. En dat wil dus zeggen dat je wifi-bereik in ieder geval het huis aardig dekt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je natuurlijk voor een mesh-systeem gaan. En jawel, daar hebben we ook een cadeautje van ontvangen van Netgear. Die we natuurlijk ook kunnen behandelen als we het hebben over wifi-bereik. Al is dat natuurlijk voor de echte gamer iets minder interessant, omdat wij het natuurlijk allemaal doen met bekabelde verbindingen. Tenminste, het liefst. Even timelapse zodat ik die andere erop schroef, of willen we gewoon dat Tom gewoon door blijft lullen? Hoe moet je dit erin schroeven? Je zou zeggen dat het nou gewoon draaien is, maar... Ik ben nou gewoon echt de behuizing aan het verkutten. Maar luister dan, moeten deze niet daar? Maakt dat... Ja, dat maakt uit. Want dit... Oh ja, er staat op antenne 1, antenne 2. Ik snap het. Oké, er zijn verschillen in de antennes. Dat is het dus. Oké, ik zit dus net gewoon de antenne 2 op antenne 1 te schroeven. Ik had gewoon niet verwacht dat er überhaupt een verschil zou zitten in de antennes. Meestal zijn die echt identiek.
weet je, zo leer je ook nog eens wat. Dus je ziet het hier al, deze heeft een langer staafje, dus die draaien er dan wel in. Terwijl we net probeerden er een met een korter staafje erin te draaien, wat dus gewoon niet mocht van de behuizing. Hè, oké. En dit is de reden waarom ik dus af en toe wel de boekjes moet lezen. Want mensen weten het, als ik een unboxing doe, ik gooi de boekjes meteen weg, omdat ik denk, ik kom er zelf wel achter. Is ook gebeurd, maar is blijkbaar niet de meest tactische manier om het aan te pakken. Hey, mijn fout. Tom leert ook eens een keer iets. The more you know. Gezellig. Hoe dan ook, dit is hem dan. Goed, er hoort nog een vier erbij, maar ik denk dat je er wel bij kunt bedenken. Die kregen we natuurlijk ook bij, ligt hier. Schroef je er zo in en dan hebben we hier de Nighthawk Pro Gaming XR500. Die gaan we binnenkort behandelen in een mooie review in Gamers en Dieren natuurlijk. En natuurlijk met geschreven tekst, want ja, ook het woord wordt besproken. Ja, dat staat geschreven op gamersnet.nl. En dan weet je of dit ding een beetje een fatsoenlijke router is of niet voor zijn prijspunt. En natuurlijk of je er beter van gaat gamen, ja of nee. We gaan het allemaal ontdekken. Je ziet het op gamersnet.nl.